Dag kijkers. Een beetje op een afstand, maar ik wilde deze keer laten zien de laboratoriumspullen die ik in de loop der jaren heb verzameld. Want als je proefjes gaat doen, is het natuurlijk veel leuker en beter als je daar de spullen voor gebruikt die daar speciaal voor gemaakt zijn. Dus in plaats van een drinkglas, waarmee je een heleboel gewoon sowieso kunt doen, kun je beter dit kopen, wat toevallig voor de keuken is gemaakt. Maar dit is een ander soort glas als gewoon van een glas voor drinken en zo. Want dit heet borosilicaatglas en het breekt niet zo snel als het temperatuurschokken meemaakt. Dus vandaar dat je dit soort spullen koopt. En dit is aangegeven ook van hoeveel gram suiker erin kan en rijst en dat soort dingen. Staat hierop. Maakt niet uit. Het is hetzelfde materiaal als dit, wat echt voor het laboratorium is. En dit is dan van Scott Duran. Dat is echt een merk voor laboratorium. Daar heb ik nog veel meer van. Kijk, deze ook. Dat is een grote Erlenmeyer heet dat. Die is niet schoon, dat klopt. Maar dat kan altijd nog. Deze ook. Die is helemaal niet schoon. Want die gebruik ik om thee te zetten. Nou, dat zijn dan Erlenmeyers, want die noemen ze in Amerikaans noemen ze dat ook flask. Het is natuurlijk een uitvinding van meneer Erlenmeyer. Goed, deze is 2 liter. Daar kun je wel wat mee. Maar je hebt ook andere kolven. Zo hangt hier een rondbodemkolf. Ik heb hier nog een van een liter. Hier nog een van een liter. Dan heb je, zeker als je begint met scheikunde proefjes, heb je natuurlijk ook reageerbuizen nodig. En hoe kom ik hier nou aan? Hè? Nou, om te beginnen. Ik was, toen ik nog op de MAVO zat, dat was een jaar 14 of zo. Er was bij ons in de buurt was er een apotheek. En die wilde voor mij nog wel Erlenmeyers bestellen. Ik denk dat die Erlenmeyers inmiddels al wel goed stuk zijn. Maar ik heb in de loop der tijd nog veel meer uit andere bronnen gekregen. Dus die rondbodemkolven bijvoorbeeld, die heb ik weer van mijn eigen HTS. Toen ze op een gegeven moment overgingen naar een ander systeem. En dat kan ik nu even niet laten zien. Maar hier gaat gewoon een kurk in. En die kurk heb ik weer van de drogist hier. Van Wortman. In laboratoria tegenwoordig werken ze veel met geslepen verbindingen. Dus dan heb je helemaal geen kurk meer. Dan heb je dus ook geen kans dat de kurk wordt aangetast of zo. Dat soort dingen. Dus oude scholen die op een gegeven moment zeggen van ja, maar hier werken we niet meer, die gaan dit weggooien. Dus deze kolf, en ik heb er nog veel meer van, ik had zelfs een retort, dat is echt alchemie. Ik had er 2, ik heb er 1 helaas met een druppeltje, die was heet en er kwam een druppeltje water op en dan is het ping en dan is het over. Dus dan moet je altijd even opletten als je een droge, hete kolf hebt met bijvoorbeeld bovenin zit dan condens. Dus alles is opgedroogd en hier zit nog condens. En het druppelt naar beneden. Ja, dan is die geweest. Nou, dat is gebeurd met zo'n retort. En dan is die stuk. Dus ik heb er nog 1 over. En dat is al heel wat. Nou, volgens mij heb ik dit ook uit diezelfde doos gered. Die anders gewoon weggedonderd zou zijn. Dat is leuk, want als je hier iets doorheen voert, dan kun je dus, als je bijvoorbeeld een scheiding hebt van olie en water, dan kun je dus heel precies zeggen van, nou, tot hier. En dan is hier, aan de ene kant zit dan de olie, en aan de andere kant het water, bijvoorbeeld. En dan heb je ze van elkaar gescheiden. Dus dan heb je dat soort dingen. Dat kun je met dit soort, je kunt er nog veel meer mee doen. Thermometers zul je ook nodig hebben. Voor veel proeven. Dus dit was een van de eerste die ik had. 100 graden. Dus eigenlijk 110 graden gaat hij toe. Later
En dat was gewoon ergens op een markt in Leiden, op de brug vlakbij, daarachter bij het stadhuis, vond ik weer een ander. En deze gaat, ik denk dat deze tot 250 of 350 gaat. Nou, je mag het zeggen. Volgens mij 350. Ja, deze gaat tot 350 graden Celsius. Dat is heel heet. En er zit kwik in. Dus wees daar wel op bedacht. Als dat kwik op de grond komt, dan heb je dus zwavel nodig om... je moet het kunnen opruimen. Let op. En er zijn alternatieven tegenwoordig. Hè? Nou, je ziet hier al een laboratoriumbrander. En dit is er eentje voor in het veld. Want normaal gesproken gebruiken we dit soort branders. En deze vind ik heel handig. Want die heeft een soort hendel. Daar kun je dus heel precies de gastoevoer mee regelen. Hier regel je de zuurstof mee. Dat kan je met deze ook doen. Kijk, nou wordt die heet. Blauwe vlam. En dit is gewoon om aan te geven. Ik sta aan. Kijk eens wat er ligt. Nou, dan heb je zogenaamde pipetten om druppeltjes ergens in te doen. Dat is voor in je reageerbuis is dat wel handig. Dit hoort eigenlijk helemaal niet in een collectie van iemand die met scheikunde bezig is. Want dit is een petrischaaltje om dan een gel van agar-agar te doen met wat bouillon. En dan kunnen daar bacteriën op gaan groeien. Meestal laat je het dan ergens staan of zo, zeg in de wc. En dan heb je nog een dekseltje om het om er bovenop te doen. En dan laat je het in een geschikte omgeving, laat je het gewoon ontwikkelen. En dan zie je ineens wat voor bacteriën er allemaal in bijvoorbeeld de wc rond spoken. Heel interessant. Heel belangrijk. Dus eigenlijk moet dat bovenaan je lijstje staan, nog voordat je een van die andere dingen aanschaft, is een veiligheidsbril. Die krijg je soms, als je vuurwerk koopt, kun je die erbij kopen of misschien wel krijgen, weet ik niet. Deze heb ik gekregen. Er staat nog op. Huntsman, dat was bij een open dag chemie. Dus chemische fabrieken, die lieten dan zien wat ze deden. En dan delen ze dit uit, want dan willen ze laten zien van wij zijn heel veilig. Jij ook een veiligheidsbril, doe ook veilig. Goed. Ik heb stage gelopen in Amsterdam en toen heb ik deze bril gekregen. Maar je ziet het verschil. Kijk, hier zit aan de zijkant ook nog bescherming. Dus als er vanuit een hoek, vanuit de zijhoek iets richting je ogen komt, dan beschermt deze beter dan deze. Maar deze kan ik weer gebruiken als ik professor wil spelen. Zo dus. Goede handschoenen. Rubberen handschoenen heb ik. Dit is van die extra stevige kwaliteit. Dan kun je ook nog, doe sowieso oude kleren aan, maar een lapjas is ook aan te bevelen. Dat beschermt je kleding en je ziet ook direct wanneer je ergens een vlek hebt, want die dingen zijn wit. Dan weet je ook, je loopt rond met iets wat eigenlijk niet zo jovel is. Goed. Nou, ja. Als je nou wil weten van wat bestaat er nou allemaal aan laboratorium, glaswerk en spulletjes, dan heb je van die catalogie. Vroeger had je in Zoetermeer, dat heette Tamsom. En dat, volgens mij bestaat het niet meer, maar Bo, die heeft dat ook. Dan gaan ze nou niet bellen, want dan zeggen ze van welk bedrijf bent u? Dat werkt niet. Dus wat je wel kunt doen is zoek scholen op die dus onderwijs geven, die dus les geven met dit soort spulletjes. En geef aan van, goh, ik ben een beginnende onderzoeker en ik wil graag leren over scheikunde en dat soort dingen. Nou, die echte scheikundigen, die vinden dat geweldig. Die willen dat aanmoedigen. Dus als ze even een kans zien, dan willen ze jou vast wel helpen met het vinden van spullen. Zodat jij thuis ook je proeven kunt doen. Dat geldt niet alleen voor
bijvoorbeeld universiteiten en HTS'en. Dat heet tegenwoordig HBO Techniek. Maar dat is dus ook voor laboratoria, waar dus bijvoorbeeld proeven worden gedaan op het gebied van gezondheid of waterkwaliteit. Er kunnen ook chemische bedrijven zijn, want die moeten natuurlijk ook heel erg veel controles doen en proefjes doen. Om te kijken of wat ze maken of dat goed is, maar wat ze binnenkrijgen of dat ook goed is. En soms dan doen ze ook proeven met hele nieuwe dingen, dat is onderzoek. Ja, dan zal het vast gebeuren dat eens in de zoveel tijd dat ze zeggen van nou, dit willen we allemaal niet meer hebben. En dan gooien ze de deur uit. En als er dan niemand is, dan gaat het gewoon echt naar het vuil. Dus leg contacten aan, praat met die mensen. Misschien heb je wel een oom of een buurman of je vader. En op die manier kun je dus uitgebreid dus je assortiment vormen, zodat jij thuis je proeven kunt doen met echte spullen die echte mensen in laboratoria ook gebruiken. En zo pak je dat aan. Dus gewoon contact netwerken. En dat is voor mensen die meer in het onderzoek zitten, is dat misschien even een stap. Maar neem hem maar. Want ze vinden het leuk dat jij eigenlijk hetzelfde wilt gaan doen als zij. En dat kun je ze ook vertellen. Want dat vlijt hun persoonlijkheid. Snap je wat ik bedoel? Dat vinden ze echt geweldig. Als je zegt van, u bent nou zo'n onderzoeker en ik wil later net zo'n onderzoeker worden als u. Nou, als je daarmee binnenkomt, dan kun je eigenlijk natuurlijk niet stuk. Want wie wil dat nou niet horen? Dat je eigenlijk een soort voorbeeld bent voor iemand anders. Zo doe je dat. Succes en schrijf daaronder met filmpje hoe jij aan je eerste spullen bent gekomen. Dat is leuk voor al de anderen. Dan kunnen zij weer een voorbeeld nemen aan hoe jij het hebt aangepakt. Zet hem op en jongens, houd veilig.